Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie hier zijn. Ik ben wethouder Alwin. Ik ben wethouder van de gemeente Staphorst. En ik vind het ontzettend leuk dat jullie hier vanmorgen zijn. En ook heel leuk dat jullie meedoen met de e-waste race. Laatst ben ik in Eijhorst geweest bij de Iekmulder. Die school doet ook mee met de e-waste race. En ik vind het ook heel leuk dat ik jullie eventjes kan zien. Zo zijn er toch heel wat elektrische apparaten die blijkbaar niet meer gebruikt worden en die jullie inleveren. Dat is heel goed werk wat jullie daarmee doen. Nou, wij hebben als gemeente natuurlijk vinden we het belangrijk dat jullie meedoen. En wij hebben ook gekeken van ja, kunnen wij nu de scholen in onze gemeente, dat zijn dus de Iekmulder en de Berkenhorst, kunnen wij die ook een beetje helpen? Dus wij zijn eens hier in alle kamertjes, we zijn bezig met een verbouwing zoals jullie zien. Dus we zijn eens in alle kamers geweest en gekeken van, joh, hebben wij nog iets wat wij ook kunnen weggeven aan jullie? En dat hebben wij, dus jullie gaan ook wat dingen meekrijgen. Maar we hebben zoveel dat we dat niet eens allemaal vanmorgen aan jullie mee gaan geven. Maar jullie zagen misschien volgens mij net al een paar mannen lopen met een monitor. Die gaan het voor jullie naar de kringloop brengen. Want het was zoveel, we zeiden van ja, dat kunnen we niet allemaal zo aan jullie meegeven. Want dan kunnen jullie niet allemaal bij je houden. Dus dat gaan jullie allemaal, dat wordt allemaal voor jullie gedaan. Maar we gaan ook nog een paar dingen gaan we jullie nu meegeven. En dat heeft Marion. Marion die werkt ook bij de gemeente. Lukt dat? Een snoer, kunnen jullie dat gebruiken? Een paar snoeren? Ja, daar krijgen jullie ook punten voor de wedstrijd, toch? Nou, kijk, jullie krijgen dus een aantal extra punten voor deze snoeren. Ik leg ze hier even neer. En we hebben ook, en daar hebben we er nog wel heel wat van die monitoren. Die zijn gebruikt door de gemeente, maar ja, inmiddels hebben we weer nieuwe en andere. En ja, deze lagen eigenlijk een beetje te verstoffen. En ja, wat moeten we ermee? Dus die gaan we ook aan jullie geven. En die kunnen jullie dus ook inleveren. Nou, en ik hoop dat jullie gewoon heel veel punten halen. Dat jullie ook gewoon heel hoog scoren als Berkenhorst met deze wedstrijd. Kijk. Ja, want het was Marion die is zelf ook nog op zolder gaan zoeken. En die kwam nog een hele oude mobiele telefoon tegen. Uit 1998 was het. Ja. Ja. Wie van jullie heeft er al iets ingezameld? Mag ik even vingers zien wie heeft ingezameld? Kijk. En wat heb jij ingezameld? Een waterkoker. Een waterkoker, wat mooi zeg. En ik zag jouw vinger volgens mij ook. Ik heb een tablet. Een tablet, kijk, ook heel goed. En welke vingers zag ik nog meer? Even. En wat heb jij ingezameld? Een computer. Een computer, kijk, heel mooi. Zag ik hier nog vingers? Ik heb heel veel Nokia's. Heel veel Nokia's, oude telefoons. Nou, er is er nog eentje bijgekomen ook, hè, van de gemeente. Een vliegenvanger. Een vliegenvanger? Gewoon zo'n vliegenvanger waarmee je... Elektrische vliegenvanger. Een elektrische vliegenvanger, ja, dat is natuurlijk ook. Er zit natuurlijk ook elektronica in, dus die kan ook weer opnieuw gebruikt worden. Gaan we naar deze kant? Ik heb een printer ingezameld en meegenomen naar school. Kijk, een printer. Nou, het zijn toch allemaal wel hele verschillende dingen die jullie noemen. Had jij ook iets? Nee. Een ventilator. Kijk, nou, heel goed hoor. Dat jongetje, ja. Een magnetron. Een magnetron. Kijk, super. Een boormachine. Een boormachine. En wat had jij ingezameld? Er zijn wat spulletjes thuis liggen, zoals een koffieapparaat en nog wat meer kabels.
Oké, dus die ga je nog inleveren. Kijk, super. Nou, hartstikke mooi en goed hoe jullie bezig zijn, hoor. Echt geweldig. Hoi, ik ben Henrietta. Ik zit op de OBS De Werkhorst. En ik weet je waarom ik ben meegedaan met de e-waste race? Omdat het goed is voor het milieu en omdat we het gewoon leuk vonden. Hi, ik ben Hessel en ik zit op de OBS De Werkhorst. En ik doe mee omdat het is goed voor het milieu en we kunnen nog prijzen winnen. Hoi, ik ben Lisa. Ik zit op de OBS De Berkenhorst. En ik doe mee met de e-waste race omdat het beter is voor het milieu. En zodat ze geen meer grondstoffen uit de grond moeten halen om nieuwe te maken. En wat kunnen we winnen? Dinoland. En wat weet hij van Dinoland? Dat je daar een soort... Dat je daar een soort zandbak en dan kan je daar dan kan je klimmen en je kan daar ook een soort zandbak vinden. Dan kan je, heb je een soort dingetje, kan je een soort dingen en zeldzame dingen in vinden. Reinier. Reinier, doe nog meer. Met Horst. Goed zo, dank je wel. Ik sta hier naast een van de ouders van de Berkenhorst. Zou je jezelf even kunnen voorstellen? Ja, ik ben Pauline van Nierop en ik heb twee dochters op school zitten. In groep 7 en in groep 5. Kijk, en die doen ook mee met de e-waste race? Dat klopt en daar zijn ze erg fanatiek mee. Het begon eigenlijk met een appje van de juf of ik tijd had om met mijn dochter bij iemand langs te gaan om spullen op te halen. Dus we dachten, dat doen we wel even op de fiets, maar die had eigenlijk behoorlijk veel. Dus gelukkig had ik wel wat tassen meegenomen, dus mijn fietstassen volgepropt en de tassen vol aan het stuur. Toen weer terug naar huis gefietst. Dus toen de dochter de volgende dag maar met de bolderkar naar school laten gaan met alle spullen erin. En ja, dat was het begin. En toen ben ik gaan lobbyen bij collega's, buren, vrienden. En gisteren heb ik nog 3 printers, 2 computers, een oude cd-speler, een soundbar, een lamp, nou, je kunt het zo gek niet verzinnen, opgehaald om ook in te leveren op school. Kijk, super, wat geweldig. Dus je bent niet alleen op je eigen zolder gaan kijken wat daar nog lag, maar ook echt, kinderen zijn ook echt actief de boer op gegaan om te kijken wat er verder nog te vinden was. Ja. En er is dus al heel wat ingezameld. Gaat dat nog door of zijn ze nu klaar? Nee, we gaan nog steeds door. En er komen nog een oude kassen krijg ik nog, een oud koffiezetapparaat. Dus ik heb nog wel wat dingen wat eraan zitten komen. Dus ik hoop dat ze het schoolreisje naar Dinoland kunnen winnen. Ja, dat hopen we met elkaar, dat ze het goed doen en dat Dinoland er ook aankomt voor ze. Ja. Goedemorgen Agnes, jij bent leerkracht in Staphorst op de Berkenhorst. Ja, klopt. Ik ben leerkracht van groep 4, 5, 6. Ja. Kijk, en jullie zijn vandaag in het gemeentehuis voor een bijzonder project waar jullie ook aan meedoen als school. Kun je iets vertellen over wat het project is? Ja, wij doen mee aan de e-waste race. Dat is een actie om elektronisch afval in te zamelen. En ook om de kinderen bewust te maken van de hoeveelheid elektrisch afval die er eigenlijk is. En waarom dat vervuilend is voor het milieu. Dus de kinderen hebben van tevoren ook een gasles gevolgd. Er is iemand bij ons in de klas geweest vanuit de e-waste race die van alles heeft verteld. Wat mag wel ingezameld worden, wat mag niet ingezameld worden. En waarom dat dus ook zo belangrijk is. Nou super, we vinden het ook als gemeente mooi dat een aantal scholen, er zijn 2 scholen die meedoen in onze gemeente. Ook mooi dat de Berkenhorst meedoet en jij met je groep ook. Dat de kinderen ook vertelt waarom het belangrijk is ook dat het elektronisch afval apart wordt ingezameld. Ja. Nu is het ook gekoppeld aan een wedstrijd. Hoe zijn de kinderen ermee bezig de afgelopen tijd? Nou ja, de kinderen zijn ontzettend fanatiek. Eigenlijk vanaf de start van de race al. Elke dag wordt er wel iets binnengebracht. Soms karren vol, tassen vol. Alle containers zijn op dit moment ook gevuld op school. Dus we moeten even bellen voor een extra container. Dus ze zijn super fanatiek. Ja. Kijk, heel mooi, heel goed om te horen, want daar doen we het uiteindelijk voor. Hè? Dat elektronische afval apart wordt ingezameld. Dat is beter voor het milieu, zoals je ook al aangeeft. Ja. Het loopt ook nog een paar dagen, volgens mij, tot half juni. Ja. En doe mee met 10 scholen volgens mij ook in de regio.
En er zit ook nog een stimulans bij voor de kinderen volgens mij. Ja, zeker. De winnende school die kan een schoolreis winnen naar Dinoland. Dus ja, dat willen ze natuurlijk allemaal heel graag. Ja, daar doen we ons best voor. Ja. Nee, dat begrijp ik zeker, want dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn voor de kinderen. En wij vinden het gewoon ook als gemeente super dat jullie meedoen, ook als school. En dat we op die manier ook de kinderen leren van dat je je afval gescheiden moet inzamelen. En dat je ook de grondstoffen weer opnieuw kunt gebruiken. Dus super dat jullie meedoen. Ja, inderdaad. Het is lekker weer buiten. Daar hoort wel een beetje iets bij. Jij weet het misschien. IJsjes. Ik zie daar een mevrouw heel hard knikken. Dus die krijgen jullie nu.